Nieuw bloed is goed voor de groep. Zuiver bloed is goed voor de groep. Laat hen het gevaarlijke werk doen. Ze zijn zelf gevaarlijk, ze bijten staarten af. Laat hen het vuile werk doen. Maar ze zijn zelf vuil. Wie weet welke vlooien ze allemaal meebrengen. De argumenten vlogen alle kanten op. Chip sloot zijn ogen. De vermoeidheid bonkte tegen zijn voorhoofd. Hij vlijde zich tegen Tamia's schouder. Het is nog niet voorbij, Chip. Echte helden vechten niet alleen tegen slangen. Ze moeten ook strijden tegen gemene woorden. Ze had gelijk. Hij moest iets doen. De tong is ook een spier. Daar kun je ook mee pronken. Hij sprong naar het midden van de groep en riep luid: Stop! Stop met jullie gepraat! Hier beneden staan kinderen. Ook kinderen zonder ouders. Hier beneden zijn eekhoorns zonder eten, zonder nest. Eekhoorns zoals ik, eekhoorns zoals jullie. Ook jullie boom kan branden. Ook jullie dromen kunnen branden. Wij zijn niet zo anders. Ja, ja, wij hebben dingen die anders zijn. Maar wij zijn ook bang, net zoals jullie. Angst geeft je slechte raad, dat weet iedereen. Als je beslist met je staart tussen je benen, dan ga je niet vooruit. Tamia glimlachte en ging verder. Chip heeft gelijk. Wij hebben die nesten in brand gestoken. Die vreemde eekhoorn heeft gelijk. Wie bang is, neemt vreemde beslissingen. We moeten niet bang zijn voor hen. We moeten bang zijn voor onszelf.